Er is één filmpje van jou wat ik echt te schattig vind. Ja. Daar ben jij 1 jaar. Daar weet jij natuurlijk helemaal niets meer van. Maar dat moet je ongetwijfeld heel veel gezien hebben. Ja. Wat doet jou dat filmpje? Ik weet over welk filmpje het hebt. Dat is, er zit ook een mooi verhaal achter. Toen mijn vader doof begon te worden... toen zette hij heel vaak de tv heel hard aan 's nachts. En dat Dre en ik dan echt zoiets hebben van... pap, we moeten morgen naar school en rustig. En toen ooit, ik kan me nog goed herinneren... ik werd 's nachts wakker van heel hard muziek. En ik liep naar beneden. En mijn vader was dit aan het kijken, dit fragment dan. En hij was zo aan het huilen. En als hij dan wat had gedronken, dan bleef hij... Dit bleef hij uren achter elkaar kijken. Dus dit, fragment? Dit specifieke fragment, ja. Oké, laten we naar dit specifieke fragment kijken. En is Roxeanne is 1. Bedankt. Waarom keek hij dit zo vaak? Ik weet het niet. Ik weet het niet, maar... ja, ik kan er heel emotioneel van worden, hoor, als ik dat zie. Dat, ik weet het niet. Nee. Maar ik snap het wel, op de een of andere manier ook wel weer. Als je het ziet, het is natuurlijk, hij was zo trots dat op dat moment... ik zeg dan voor het eerst blijkbaar papa. Weet je, heb ik me dan laten vertellen. Is dat de eerste keer dat je papa zei? Dat ik dan papa zei. Ik zeg toch meteen 2 keer achter elkaar? Ja, precies. Dus je ziet hem ook heel trots kijken van... Ja. Huh? Wacht even. Weet je? Jij? Kan je dat? Ja, precies. Het is, ook, het is heel zoet. Dus ja, ik begrijp het wel. Nou, nu wil ik het nog een keer zien. Want dat is niet... Weet je nog een keer zien? Ik wil zien dat ze papa zegt. Heb je niet gezien? Dat je... Nee, ik zag dat ze iets zei, maar ik wist niet dat ze... Laat het nog een keer zien. Kom, nog een keer kijken. Huppakee, nog een keer. Datzelfde fragment. Yes. Ja. Yeah.